Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag maken we de derde oefening op de wet van Ohm. Gegeven, een weerstand van 80 Ohm en daardoor meten we een stroom van 1,5 ampère. We hebben dus gegeven om de stroom van 1,5 ampère en de weerstand R, die gelijk is aan 80 Ohm. Gevraagd? Ja, indien dat er een stroom door die weerstand gaat, dan zal er natuurlijk ook een spanning over komen te staan. Gevraagd? Hoe groot is de spanning die over de weerstand staat? De formule die we daarvoor gaan gebruiken is de wet van Ohm natuurlijk, want het is een oefening op de wet van Ohm, onze formule U is gelijk aan I maal Oplossing. Ja, we hebben de weerstand van 80 ohm. De stroom van 1,5 ampère. Dus die hoeven wij gewoon maar in die formule in te vullen. I is 1,5 maal een stroom van 80. En indien dat we dat uitrekenen, dan krijgen we dus dat we een spanning over de weerstand hebben van 100 twintig volt.